Ah, oké. Okay, ja, dat... okay, twee mooie vragen. De eerste vraag was volgens mij, hoe verhoudt zich de God die ik defineer van mijn argument zich tot die God die ik eerder heb, tot die eerdere definitie die ik gebruikte bij dat kosmologische argument? Hè? Hoe verhouden die zich met elkaar? En de tweede vraag was inderdaad, hoe maak je de stap van deze God naar de God van Abraham, Isaac en Jacob? Dus dat is inderdaad ook een mooie vraag. Die eerste vraag als volgt. In alle argumenten die ik vanavond gegeven heb, echt in alle argumenten die ik gegeven heb, heb ik steeds consequent voortdurend dezelfde definitie gehanteerd. Ik heb steeds God gedefinieerd als een immaterieel bewust wezen dat geldt als de eerste oorzaak van de kosmos. En ik heb steeds dat als definitie genomen. En ik heb vervolgens argumenten gegeven, inderdaad, argumenten gegeven, die precies als conclusie hebben dat God al dus gedefinieerd bestaat. Dus in dat eerste kosmologische argument, weet je nog, alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak. Dus niet alles wat bestaat heeft een oorzaak. Let op, niet alles wat bestaat heeft een oorzaak. Nee, alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak. Het universum is begonnen te bestaan, dus het universum heeft een oorzaak. En die moet dan inderdaad buiten ruimte, buiten tijd en buiten materie zijn. Omdat het universum in feite het begin is van ruimte, tijd en materie. Dan heb je dus inderdaad een immateriële, buitenruimtelijke, buitentijdelijke oorzaak eens. Nou, dan heb je gewoon de argumentatie dat er maar twee opties zijn. Er zijn redelijkwijs maar twee opties voor zo'n buitenruimtelijke, buitentijdelijke, immateriële oorzaak. En ik noemde die beide opties, weet je nog, abstracte objecten, maar die vallen af. Want getallen bijvoorbeeld veroorzaken niks. Getal 2 veroorzaakt niks. Dus hou je die andere optie over. En wat is dat dan? Ja, dat is die immaterial mind, die lichaamsloze geest. Hé, hey, dan heb je precies de conclusie bereikt die je in feite nodig hebt, omdat dat hetgene was wat je moest aantonen. Namelijk een immateriële, persoonlijke eerste oorzaak van de kosmos. En die hadden we God genoemd. In mijn eigen argument precies hetzelfde. Als je mijn argument naloopt, zul je zien dat ik voortdurend, dat de conclusie echt luidt dat God dan, die dan bestaat, een immateriële eerste oorzaak van de wereld is. Dus ik denk dat daar eerlijk gezegd logisch niet zoveel misgaat. De tweede vraag is echt... Ja, ik heb die vraag heel vaak gehad. Kijk, ik ga binnenkort in Groningen ook bij een studentenvereniging een lezing geven. In het noorden van het land. En mij is gevraagd om nu voor het eerst een lezing te geven waarin ik ga argumenteren voor de redelijkheid van het christendom. En dat vereist eigenlijk op zich weer een lezing. Ik denk inderdaad dat je ook vanuit de reden bepaalde christelijke opvattingen goed kunt beargumenteren. Zodat je inderdaad de stap kunt maken van algemeen theïsme naar een redelijke verantwoording van het christelijk geloof. Maar het zou echt een beetje te ver voeren om dat hier helemaal uiteen te zetten. Ik wil je wel een tip geven en dat is gewoon even een hele losse tip. Kijk maar eens op internet en zoek maar eens op resurrection argument. Kijk maar eens naar het argument heet resurrection argument. En dat is een heel interessant argument waarin wordt betoogd dat de meest redelijke verklaring voor de gebeurtenissen omtrent de kruisiging van Jezus van Nazareth en het lege graf en zo, dat de meest redelijke verklaring daarvoor is de verklaring die de discipelen zelf gaven. Namelijk dat het God was die Jezus heeft doen opstaan. Dus dat argument is een heel interessant argument, alleen het zou echt te ver voeren om dat hier helemaal uit te werken. Maar ik ga het over een paar weken in Groningen doen. In Groningen. Dus misschien komt dat nog een keer deze kant op.